Open VLD staat voor Open Vlaamse Liberalen en Democraten. Het is dus een liberale partij. En de Liberale Partij is de eerste partij die bestond in België. Dus Open VLD is daar eigenlijk een soort van ja, nakomeling van, en zoveel vormen later. Zij zijn dus een rechtse partij. Ik ga dus hun belangrijkste partijprogramma-standpunten voor de verkiezingen uitleggen in deze video. Het eerste thema dat zij naar voren brengen voor deze verkiezingen is migratie. Zij hebben een positieve kijk op migratie. Zij zien migranten als mensen die op zoek zijn naar vrijheid. Zij zijn van mening dat de Europese Unie onze buitengrenzen beschermt, dus dat wij onze binnengrenzen open kunnen houden. Zij vechten tegen mensensmokkel en tegen criminele migratie. Zij geloven in twee soorten migratie. De eerste is asiel. Deze verloopt via één dezelfde Europese asielprocedure. En als ze aan de voorwaarden voldoen, krijgen zij verblijfsrecht. De tweede soort van migratie waar zij in geloven is economische migratie. Op basis van onze noden, dus van het land waar ze naartoe gaan. Mensen van andere landen die in ons land komen werken, bijvoorbeeld. Het tweede thema is buitenlands beleid. Hier vinden zij het heel belangrijk om onze waarden in internationale relaties ook te verdedigen. Met name de democratische rechtsstaat en de mensenrechten. We moeten allemaal samen vechten tegen discriminatie. Daarnaast moeten we ook met alle regeringen samenwerken om internationaal onze eigen bedrijven maximaal te verdedigen. Om zo onze eigen economie ten goede te komen. Het volgende thema dat zij naar voren brengen voor deze verkiezingen is cultuur. Zij willen dat er meer geïnvesteerd wordt in de culturele sector, maar vooral in mensen en niet in structuren. Ze willen zorg dragen voor het artistieke erfgoed en ze hebben de ambitie om internationaal in de culturele wereldtop terecht te komen. Hierdoor willen ze dus jonge kunstenaars en privé-initiatieven ondersteunen. Het volgende thema is diversiteit. Zij zien diversiteit als een verrijking, omdat het vele verschillende inzichten en talenten met zich meebrengt. En dit leidt dus tot vooruitgang. Maar diversiteit kan enkel zijn beloftes inlossen als iedereen een inspanning levert. En inburgeren en emanciperen zijn de sleutelwoorden in diversiteit, zowel voor oude als voor nieuwe burgers. Ze zijn tegen elke vorm van discriminatie en racisme, zowel als positieve discriminatie. De overheid moet zich neutraal opstellen. Economie is het volgende thema. Ze willen de economische groei en de welvaart in dit land verhogen. Om dit te doen willen ze ondernemen aanmoedigen en dus ondernemen ook belonen. Zij willen de fiscale, statutaire en administratieve drempels voor het ondernemen verlagen. En zoveel mogelijk wegwerken om zo meer mensen te stimuleren en aan te moedigen om te ondernemen. Er moeten minder regels komen zodat de nieuwe spelers en de bestaande spelers in onze economie meer kansen krijgen en om innovatie te stimuleren. Dan het milieu, ook een belangrijk thema deze verkiezingen. Voor Open VLD gaat het milieu en economie hand in hand. En we moeten dus zorgen dat de economische groei hand in hand gaat met een beter leefmilieu en dat de economie hier niet door verzwakt mag worden. We moeten dus een aanpak hebben die gebaseerd is op marktwerking, maar ook op regulering. En we moeten proberen tot een economie te komen waar dat we geen schadelijke afval of uitstoot produceren of consumeren. Het andere thema is mobiliteit. Open VLD vindt dat de keuzevrijheid heel belangrijk is, dat de mensen moeten kunnen kiezen welk vervoersmiddel dat ze nemen, maar hierbij wel rekening moeten houden met de gezondheid en de leefomgeving van de anderen. Ze willen investeren in een modern en een veilig wegennetwerk voor een vlot verkeer, zowel voor auto's, voetgangers als fietsen. Ze willen ook de markt voor openbaar vervoer liberaliseren. Dit wil zeggen dat het in handen van privé-initiatieven komt. Nu is openbaar vervoer deels van de overheid. Zij geloven dat een privé-initiatief sneller, goedkoper en beter kan inspelen op mensen hun mobiliteitsnoden. Dan het volgende thema is onderwijs. Elk kind heeft recht op kwaliteitsvol en bereikbaar onderwijs, ongeacht hun herkomst of achtergrond. Want onderwijs kan zorgen voor een opwaartse mobiliteit bij kwetsbare jongeren. Daarom willen ze de leerplicht al inschaffen vanaf 3 jaar, dus ze willen deze verjongen, zodat alle kinderen dezelfde kansen krijgen op school en de talenten vroeg ontdekt kunnen worden. Ze willen ook inzetten op digitaal onderwijs en op levenslang leren. Leren stopt niet wanneer je van de schoolbankje gaat. Ze zetten zich ook in voor goed opgeleide leerkrachten. Het volgende thema is de overheid. De overheid zien zij als een open
en dienstverlenend platform waarop mensen en organisaties beroep kunnen doen. Maar het zijn eigenlijk de mensen en organisaties zelf die de touwtjes in handen hebben. Ze willen een kleinere, modernere en flexibele overheid die zoveel mogelijk afzijdig blijft als het mogelijk is. Een overheid die transparante regels opstelt en die ook bewaakt waar het moet. Zij pleiten ook dat de overheid zoveel mogelijk informatie openstelt via databanken. Het volgende thema is dan werk. Zij willen de werkloosheidsuitkering hoger maken in het begin, maar dan ook veel sneller laten dalen en beperken in tijd. Zij willen werklozen zo snel mogelijk naar een nieuwe job leiden en verwachten daarom van de VDAB een activeringsbeleid op maat. Ze willen brugpensioen volledig laten uitdoven. En ze willen de anciëniteit loskoppelen van het loon, waardoor dat werknemers, oude werknemers, minder duur zijn en dus makkelijker aan een job geraken. Ze willen ook restrictieve regels opleggen aan avondarbeid, zondagsarbeid en andere atypische werkvormen. Want deze vormen van arbeid zorgen ervoor dat er niet genoeg job is voor de laaggeschoolden. Het voorlaatste thema is welzijn. Zij vinden dat wie zorgafhankelijk is door ouderdom, ziekte of een beperking recht heeft op zorg op maat. Zij willen meer financiering op basis van de zorgbehoeften van het individu en niet de structuren. Deze persoonsgebonden financiering zou mensen meer de kans geven om zelf te kiezen hoe zij zorg krijgen. Het zij via thuiszorg, het zij via semi-residentiële zorg, woonzorgcentra. De overheid zou enkel de spelregels en de kwaliteit bepalen. En zo hopen zij meer sociaal ondernemingschap te kunnen stimuleren. Zij zouden de kost voor verzorging ook zoveel mogelijk een kost voor de overheid willen laten zijn. Het laatste thema is wonen. Een eigen huis hebben is de beste sociale bescherming. En daarom willen zij zoveel mogelijk jongeren vooral de kans geven om een eigen woning te verwerven. Ze willen een sterke private huurmarkt. Want ze vinden dat er vandaag een overreglementering is, waardoor dat er veel onvrijheid is bij verhuurders en eigenaars. Ze vinden ook dat wie in een sociale woning woont, ook verplichtingen heeft op vlak van onderhoud, samenleven en betalen. Ze willen voldoende kwaliteitsvolle woningen om mensen te helpen, maar ze vinden niet dat het de bedoeling is dat zij levenslang afhankelijk zijn van de sociale woningenmarkt. Oké, dit was de video. Als jullie meer willen weten over de standpunten of het programma van deze bepaalde partij of een andere partij, kijk zeker in de bio van deze video. Daar staat een link naar een website met al hun andere standpunten er ook op. En kijk ook verder in de afspeellijst. Kijk vooral naar de video's over de andere partijprogramma's. Want ook al zijn jullie het niet eens met bepaalde partijen, het is toch belangrijk dat jullie dat eens bekijken en die hun programma leren kennen. Want zo verruimt je je wereldvisie. Je moet niet alleen kijken naar de dingen waar jij het mee eens bent. Dus ik hoop dat jullie alle video's bekijken en niet enkel de video's van de partijen waarmee dat jullie het eens zijn.